Patricia Pai blijft verrassen met haar veelzijdige optredens. Gisterenavond verscheen ze als een ware penguine-expert in de talkshow van Jeroen Pauw, en dat op Wereld penguin Dag. Het was een opmerkelijke mix aan tafel, met naast Patricia onder andere Marcel Hane, bekend als de penguin-redacteur van NRC, en de avontuurlijke Floortje Dessing. Jeroen Pauw nam de gelegenheid om Patricia's connectie met penguins te benadrukken, verwijzend naar de twee penguins die naar haar en haar partner vernoemd zijn en hun verblijf in Blijdorp. Hij herinnerde het publiek eraan dat Patricia een paar jaar geleden een aanzienlijk bedrag had ingezameld voor de dierentuin toen ze vernam dat er voedseltekorten waren. Patricia zelf vertelde gepassioneerd over haar betrokkenheid bij de actie, waarbij ze niet alleen geld inzamelde, maar ook persoonlijk naar Blijdorp ging om de dieren te bezoeken, voeden en zelfs aanraken. Het gesprek nam een interessante wending toen Patricia begon te praten over haar liefde voor pinguïns en hun fascinerende anatomie. Ze beschreef hoe het lijkt alsof de pinguïns het leed van de wereld op hun schouders dragen terwijl ze lopen, een tafereel dat ze bijzonder menselijk vindt. Ze gaf een korte les over de anatomie van pinguïns, waarbij ze benadrukte dat ze weliswaar geen armen hebben, maar wel voeten en dat ze niet kunnen vliegen. Op de vraag of pinguïns kunnen communiceren met mensen, gaf Patricia een intrigerend antwoord, waarbij ze suggereerde dat ze, net als andere dieren, kunnen leren luisteren als ze thuis worden gehouden. Haar passie voor deze vogels en haar kennis van hun gedrag en kenmerken waren duidelijk merkbaar tijdens het gesprek. Patricia Pai bewijst zichzelf keer op keer als een veelzijdige persoonlijkheid met een diepe liefde voor dieren en een aanstekelijke enthousiasme om anderen daarover te informeren. Haar optreden in de talkshow van Jeroen Pauw was daar geen uitzondering op en gaf het publiek een boeiend inkijkje in de wereld van de penguins.